competitie, waarna hij de zilveren medaille wist te behalen. Hij is dus de vice wereldkampioen na de Chinees, de verrassende Chinees Yingfeng. Zijn scores op de ploeg liggen tussen de 9-7-25 en de 9-6-80. Stutner Hansen met half bedraai maar een duidelijke fout gemaakt. Reuzenwaai een dubbele achterwaarts gehurkte salto tot boven Armlich. Tweede dubbele salto vanuit de steun. Een steunkeer tot op één legger. Opspreiden naar Hansen toe en terug inkeren naar beide leggers. En de afspan dubbele hoeksalto, klein hoekje. Maar de grootste fout lag er in het begin van de opening tijdens een stukbeweging met halve draai. Ivan Ivankov. Hier zien we even die fouten. Het was meteen de grootste fout tijdens deze oefening. Voor het overige een vlekloze oefening. Op een hele kleine hoekje na bij de afsprong. Zou een vrij hoge score moeten opleveren. Hier deze dubbele achterwaartse salto levert hem 2-1 van de punt bonificatie op. Het is ook een oefening waarbij je merkt dat het heel lastig is voor de atleten. Het is een liefhebber van het Amerikaanse basketbal, de NBA. Zijn favoriete sporters zijn Michael Jordan, en dan kan hij nu wel zijn hartje weer ophalen, en Shaquille O'Neal. Jacques Rogge volgt de gebeurtenissen aandachtig, vlakbij zijn vroegere geboortedorp, mag je wel stellen. In zijn vrije tijd is Ivankov nogal een bezige bij. Vissen doet hij graag, naar popmuziek luisteren en autoracen. Een beetje verschillend mag wel. En ook wat zijn eten betreft, merkwaardig misschien, houdt van pizza, bananen, maar ook van caviar en zalm. Hij zal wel uit Wit-Rusland komen, zeker? Ik vermoed het. De jury is het blijkbaar pas laat eens over de punten en die zijn 9-6-37. En hij natuurlijk voorlopig op een eerste plaats komt te staan.